nieuwe make-up. En dat is eigenlijk best wel een serie op mijn kanaal nu dus. Laten we gewoon snel beginnen met deze video. En doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vindt om te kijken. En laten we gewoon snel beginnen met de video. In deze video test ik dus deze producten uit van Ethos, de kerstcollectie van 2017. En ik heb dit dus zelf gekocht, omdat ik ben niet gesponsord of zoiets. Want dat ben ik nog lang niet. Maar dus dat. En laten we snel beginnen met de producten. Als eerste dus de Ethos Primer Golden Flake. En kijk deze verpakking ook echt super goals. Ik vind deze verpakking echt mooi. En ook voor Ethos, want deze is volgens mij 6 euro of zo. En trouwens, nu is dus de tweede gratis. Tweede half prijs was het. En deze primer, ik heb volgens mij... Ik had ze 6 euro korting, anders was het gewoon... Ik had 17 euro moest ik neerleggen voor deze producten allemaal. Dus dat is best wel, vind ik, niet zo heel goedkoop. Maar goedkoop, ik bedoel, voor 4 producten heb ik dus 6 euro korting gehad. Omdat je krijgt dus de tweede half prijs. En dan is dit bijvoorbeeld 3 euro of zo, weet ik veel. Maar deze primer dus ga ik vandaag uittesten. En ik hoop echt dat die werkt en gewoon goed zijn werk doet. Dan dus de Ethos Glam Cheeks Palette. En dit is dus een blush palette. En dit doet me een beetje denken aan het Sleek Solstice palette. Omdat dat is een highlighter palette die ik echt super mooi vind. En echt super mooi. Maar dit zijn dus de kleuren. Blushjes zijn dit. Dit is een highlighters. Ik vind de highlighters er best wel roze uitzien. Maar dat is ook wel logisch. Omdat de blushjes zijn ook gewoon heel roze. En dat is ook wel logisch. Dat dan de highlights ook een beetje roze zijn. En trouwens, ik heb dus nu een nieuwe achtergrond voor mijn video's. Met mijn kerstlampjes. Want je ziet ze niet echt super goed. Omdat ze zo echt over heel mijn kamer. En kijk dus mijn vorige week vlog wel. Om te zien wat ik dus bedoel over heel mijn kamer. Want het hangt dus helemaal zo naar dat. En tot dan, maar goed, dat is. Dan dus de Illuminating Bronzing Pearls. Deze moest ik echt aan twijfelen. Want ik dacht zo van, is dit wel handig voor mijn... Want dit is dus een primer, nee ik bedoel een bronzer, die dus glitters heeft. En ik dacht eerst van, dit is niks. Maar toen dacht ik ineens in mijn hoofd van, het is ook wel leuk om dit gewoon te testen. Ik kan het niet zo goed laten zien, want het zijn natuurlijk pearls. En ik hoop niet dat het op mijn bed gaat zitten, want ik zit dus nu op mijn bed. En het is eigenlijk niet heel handig dat ik dit doe op mijn bed, maar in ieder geval is dat. En dan als allerlaatste heb ik dus een lipstick. En deze is dus gewoon van Ethos. Ik vind deze verpakking wel een beetje cheap. En deze verpakkingen vind ik echt super cool. Maar deze verpakking vind ik een beetje zo van cheap. Maar dat is. En deze heet Forbidden Pink. En ik dacht echt van, dit is echt de perfecte nude kleur gewoon. Gewoon echt super mooi. En ik vond die andere kleuren een beetje te glitterig en zo. En ik vond het niet zo mooi. En deze kleur vond ik eigenlijk wel het mooist. Dus ik ga ze nu gewoon allemaal testen. Als allereerste dus de primer. Deze primer kost volgens mij 6 euro, dacht ik. Volgens mij, ik heb de bon nog wel, maar het zit ergens in mijn tas, dus ik weet het dus niet. Maar ik ga heel even laten zien in mijn hand. Het komt heel moeilijk uit. Oh, het ziet er echt heel mooi uit, deze primer. Echt, kijk. Ik weet niet of ik het kan zien, maar er zit allemaal glitters in. Wacht, ik ga het even filmen met mijn telefoon. Ik denk echt dat het echt een heel mooi resultaat geeft op je huid. Met foundation en zo, maar ik ga dus vanaf camera gewoon mijn foundation doen. Want het wordt deze video echt super lang. Het is eigenlijk nooit zo. Maar... Ik hoop echt dat deze primer echt super goed is. En dat deze geen siliconen heeft. Omdat, ik weet niet waarom, maar heel veel mensen die kunnen dus niet tegen siliconen. Dus daarom zag ik het ook. Dus dat. Nou, deze primer, voor nu vind ik het gewoon... Best wel gewoon een goede primer gewoon. En ik geef gewoon echt mijn eerlijke mening gewoon. Want ik ben niet zo'n persoon die zegt van, oh dat is goed. En dan later niet zeggen dat ik... Maar het voelt gewoon goed aan. En hij is echt... Hij ruikt gewoon echt super lekker. Dus deze primer is denk ik wel geslaagd. Maar ik kan nog niet echt zeggen wat deze moet er nog op. Mijn make-up gedaan dus. Mijn wenkbrauwen, mijn foundation en zo. En ik vind eigenlijk het er gewoon mooi uitzien met deze primer. Dus deze primer test ik nog wel iets langer uit. Of course, want ik kan nog niet gelijk zeggen van dit product. Of ik het fijn vind of niet. En nu dus verder met blush. Want ik heb echt super weinig kleur in mijn gezicht. Ik ben echt super wit. En ik gebruik daarvoor dus deze van Ethos. Ik ga ietsje dichterbij zitten als mijn camera niet omvalt. Want ik heb echt super vaak...
net gehad dat mijn kamer dus omviel. Maar deze kleur, en ik ga ze denk ik gewoon mengen met elkaar, want ik vind ze eigenlijk allebei wel mooi. Ik ga dus deze twee mengen dus met elkaar. En ik gebruik daar dus voor deze neppe AliExpress kwast voor. Ik weet het, hij is nep. Maar ik vind hem gewoon zo mooi. Zo fijn werken. Deze blush is eigenlijk best wel mooi. Je ziet gelijk dat ik de kleur op mijn wangen heb. En sorry dat ik de kleuren niet zwart. Deze kleur zijn echt. Die blush zijn gewoon mooi. Gewoon. Ze zijn wel heel erg gepigmenteerd trouwens. Want ik heb best wel wat kleur in mijn gezicht. Maar ik ga ze nu even zwartje. Die highlights zijn best wel gepigmenteerd eigenlijk. Maar. Oké, dit zijn dus de swatches van alle kleuren. Dit. En nu dus highlighter. En ik heb natuurlijk ook dit product van Ethos. Die bronzing pearls. Maar die ga ik hierna aanbrengen, denk ik. Ik ga ze denk ik ook gewoon allebei gebruiken. Want ik wil ze allebei gewoon testen. Dus ik ga gewoon met mijn... Dit is trouwens een Real Techniques setting brush. Dit is wel gewoon een echte... Ik dacht dat deze echt super... Niet zo gepigmenteerd zou zijn. Maar ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Ook best wel geslaagd dit. Maar ik denk ook dat je dus dit gewoon ook helemaal kan mengen. Ik heb het dus nog niet geprobeerd. Want anders zou ik het best wel gewoon proberen. Maar misschien ga ik dat morgen gewoon wel proberen. En dan kan je het zien in mijn weekvlog. Oké, die dus van afgelopen... Die dus deze zaterdag online komt. Dan kan je het gewoon kijken of het werkt. En ik vind de highlights echt best wel mooi. Ik dacht echt van... Zijn niet gepigmenteerd of zo. En nu dus het allerleukste, het engste product. Is namelijk de Illuminating Bronzing Pearls. Ik weet echt niet waar ik dit moet aanbrengen eigenlijk. Want ik gebruik het echt nooit dit van die pareltjes die er zo uitzien. Maar dus nu is het dus wel. En ik kan dus deze niet zwartje. Omdat dit is natuurlijk parels. En dat gaat moeilijk om de zwarte zeg maar. Ja, misschien wel met het dingetje die hierop zit trouwens. Want kijk... Het is namelijk best wel een beetje... Oh god. Ik hoop echt niet dat dit aan mijn blouse komt te zitten ofzo. Maar of niet of in mijn bed. Want ik film dit gewoon nu in mijn bed. Nou, ik bedoel op mijn bed. Ik weet echt niet welke was ik. Ja, ik denk dat ik voor deze ga. Gewoon oud en vertrouwd gewoon. Ik denk dat ik gewoon een beetje op mijn blush ga aanbrengen. Omdat ietsjes... Oh mijn god. Ik doe het echt even naast mijn bed. Kijk dan. Om het gewoon eventjes als blush echt aan te brengen. Waar is die spiegel? Oh, hier. Zo. Maar op de camera zie ik er niet zo heel veel van terug. Ja, dit product vind ik een beetje dan overbodig, zeg maar. Ik weet niet. Het heeft wel een hele mooie shimmer af. Ik weet niet of jullie dat ook op de camera zien. Maar als ik zo kijk naar mezelf, dan vind ik deze wang toch wel ietsjes... Ja, ik weet niet. Dit is volgens mij echt meer een highlighter dan echt een... Echt een bronzer. Ik breng hem gewoon over mijn blush aan. En, maar god, ik heb hier echt veel aan te brengen aangebracht. Maar god. Nou goed. Van dit product... Oké. Dan is mijn eindoordeel. Dit product, wat ik dus net gebruikte, vind ik een beetje overbodig. Omdat ik vind het ook niet echt dat gewoon echt heel veel glitters afgeeft of zo. Dus als jij dus bij de Edel staat en je denkt van ik wil dat product ook kopen, koop het. Maar ik vind het gewoon niet zo dat ik echt iets zie van ja, het geeft iets aan je gezicht zeg maar. Ja, je geeft het... Het geeft wat kleur af, maar niet echt zo van... Je hebt gewoon echt shimmers op je gezicht, zeg maar. En dat is gewoon niet zo... Het is wel mooi, maar het is niet zo dat ik denk van... Het is een aanrader, zeg maar. Dus dit product is wel een beetje een twijfelgevalletje. En ook de grootte hiervan, want dit kan echt niet in mijn kast. Maar dus... Ja, dan is het laatste product en dat is dus de lipstick. En deze is dus... ik ga hem ook even zwartje. En deze is dus in de kleur... Forbidden Pink. En dit is volgens mij de goedkoopste product wat ze dus bij Ethos hebben. En ik heb dus één Ethos lipstick al. En dit is gewoon echt zo'n welbekende kleurtje die ik gewoon heel erg mooi vind.
om te dragen, zeg maar. Dus deze kleur ga ik ook even opdoen. Ik heb net trouwens een lipbalsem opgedaan. Dus misschien kan het zijn dat het niet zo goed op mijn gezicht valt dan normaal. Deze lipstick vind ik echt mooi. Gewoon hij is echt super naturel. Gewoon super mooi. En ik vind dit soort kleurtjes echt gewoon super mooi bij mijn huid passen en zo. Dit is ook wel weer een aanrader. En dan dus mijn eindoordeel van deze hele video over dus de make-up van de Ethos. De primer is echt wel een aanrader. Is ook echt een super mooi, een mooie verpakking. En heeft ook wel iets super moois op je huid. Deze dus. Dan dus de Clam Cheeks palette van Ethos. Die is ook wel een aanrader. De highlighters zijn ook gewoon mooi. Gewoon prima. Gewoon echt super mooie palette zit. Ook deze verpakking vind ik ook echt super mooi uitzien. Dus dit is ook wel weer een aanrader. Dan dit. Ik vind dit product een beetje een overbodig iets. Omdat wie gebruikt nou dit echt in zijn make-up routine. En ik vind het ook wel een beetje dat best wel een beetje... Het ziet er gewoon uit alsof ik echt super veel make-up op heb op mijn gezicht. Ik bedoel dus op mijn, op mijn wangen, zeg maar. Want het ziet er best wel gewoon veel kleur op uit. Maar deze vind ik een beetje zo van... Het is een beetje overbodig. Ik weet niet. Ik vind het wel fijn nodig. Maar het is wel gewoon een prima product om te gebruiken. Maar als ik dus jou was, zou ik dus dit niet kopen. Dus dit dus. Dan dus het allerlaatste. En dat is dus de lipstick. En die vind ik eigenlijk wel gewoon mooi. Het is gewoon een naturaal kleurtje. Ik weet niet of dit nou shimmers heet. Want ik heb dus nu een lipbalsem op. Dus dan glanst wat meer. Maar op mijn hand is die wel gewoon een beetje gewoon als MAC lipstick, zeg maar. Gewoon een beetje... gewoon een beetje een normale kleur, zeg maar. Dus deze lipstick is wel weer gewoon een aanrader. Die ik ook echt zo aanraden. Dus als jij dus iets wilt van deze collectie, koop dan deze lipstick en dit palet. Want die zijn echt gewoon super goed eigenlijk. Gewoon voor de prijs. En deze trouwens ook gewoon. Ja, dus dit was allemaal. Deze week en volgende week komen dus extra video's online op mijn kanaal. Want ik ga dus volgende week. En dat kan je dus zien in mijn volgende weekvlog. Niet in deze weekvlog trouwens. Die ik nu maak. Die dus deze woensdag online komt. Maar die volgende week woensdag online komt. Dus dat is trouwens 6 december. Dat is wel een beetje sad. Maar dat is. Maar ik vind dus ook Sinterklaas. En dan komt er dus ook een Sinterklaas haul aan. Dus dat is ook wel super leuk. Dus vond je deze video nou echt super leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En ben je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan dat dus hier beneden op het rode abonneerknopje hieronder. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video op een woensdag. En zaterdag weer met een nieuwe video. Dus tot snel weer dus. Doei doei!